Welkom volgers, we zijn in Oud-Beiland en er zijn twee binnenvaartschepen die hebben een aanvaring gekregen op de Oude Maas. En nu zijn er, de Rijkswaterstaatboot is er en de brandweer is er en de politie. Ja, die gaan allemaal alles natuurlijk opnemen of er schade is, want ja, er is een tanker. En weet ook niet of er lekkages bij natuurlijk, maar... Dus ja, het moet allemaal uitgezocht worden wat er nou precies gebeurd is natuurlijk. En we hadden vandaag natuurlijk al een schip met stuurproblemen in Schravendeel. En gelukkig was daar een andere schipper, schip meegenomen, naar de binnenhaven toe van Schravendeel. En zoals je ziet, de brandweer is aanwezig. En er waren wat problemen met de stuurinrichting, wat ik begrepen heb. Ja, vroeger hadden ze een stuurrad, dan konden ze het nog corrigeren, maar dat hebben ze tegenwoordig niet meer. Alleen maar een pokie. Ja, als dat niet meer werkt, dan heb je een probleem. Dus nu zijn we hier in Schravendeel. En die foto's en filmpjes van Schravendeel, die ga ik ook nog in deze vlog zetten. Dus, en dat was toch wat vandaag. Vandaag stonden we in het Algemeen Dagblad met een interview. Nou, dat heb ik geweten hoor. Heel veel berichten gehad. Berichten van Rijkswaterstaat. Berichten van de brandweer. Berichten van heel veel vrienden en kennissen. Van mijn werk. Allerlei berichten. Van een leuk artikel. Ga zo door. Nou, dat deed wel. Ik had al een paar keer nee gezegd. Dat had ik er helemaal geen zin in had. Maar ja, ik kan niet nee blijven zeggen. Dus ja, nou, dat is... Dat staat er nou in. Dus nou zijn we voorlopig even vanaf interview geven. Nou, de brandweer zat hier nog te kijken. Voor mij valt het allemaal wel mee hoor. Het zal heel veel onderzoek moeten zijn. De schade is, de lekkage is. Dan loop ik maar even naar voren om te kijken of daar een schade aan die kop zit. Zo te zien is er geen deuk aan de voorkant erin, dus maar wat er precies gebeurd is, ik weet het niet. Dan moeten we maar even uitzien te zoeken en uitzien te vissen, maar daar komen we wel achter hoor. We geven niet zo gauw op.